In dit nieuwe item van het geneesmiddel van de week staat morfine centraal. Morfine is een krachtig narcotisch analgeticum en behoort tot de groep opioïden. Morfine is van oorsprong een natuurlijk product en een van de oudste en bekendste pijnstillers die door de mens wordt gebruikt. Hoewel het tegenwoordig ook geheel synthetisch geproduceerd kan worden, wordt morfine ook nog steeds verkregen via extractie uit de papaverplant. Morfine werkt in het lichaam als een sterke opioïdreceptor agonist. Er zijn verschillende opioïdreceptoren, namelijk de mu, kappa en delta receptoren. Maar de belangrijkste werking van morfine vindt plaats via de mu-receptoren, die zich bevinden op het centrale zenuwstelsel en op het maag-darmkanaal. Activatie van deze receptoren is geassocieerd met effecten als pijnstilling, sedatie en euforie. Door deze eigenschappen valt morfine volledig onder de opiumwet. Morfine is geen eerste keus geneesmiddel wanneer het gaat om pijnstilling. Vaak kan men de pijn namelijk prima behandelen met minder sterke analgetica als paracetamol en ibuprofen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde pijnladder van de World Health Organization, de WHO. Sterk werkende opiaten zoals morfine zijn echter wel eerste keus bij matige tot ernstige pijn bij patiënten met kanker of in de palliatieve fase. Om de behandeling zo optimaal mogelijk te krijgen, zijn er verschillende preparaten beschikbaar met morfine, zoals een drank, zetpillen, tabletten met en zonder gereguleerde afgifte en parenterale toedieningen. Vanwege de korte eliminatiehalfwaardetijd van 2 tot 3 uur gaat de voorkeur bij chronische pijn vaak uit naar oraal morfine met gereguleerde afgifte. Bij acute pijn en als rescue medicatie kan de morfinedrank en tabletten zonder gereguleerde afgifte worden gebruikt. Binnen de klinische setting wordt er vaak gebruik gemaakt van parenterale toedieningen zoals subcutaan, intramusculair, intraveneus en epiduraal morfine. De nierfunctie van patiënten kan van invloed zijn op de farmacokinetiek van morfine. Bij een verminderde nierfunctie accumuleert namelijk de actieve metaboliet van morfine, het morfine-6-glucuronide. Deze metaboliet wordt geklaard via de urine. Het kan hierbij dus nodig zijn om de dosis of de doseerfrequentie te verlagen. De nierfunctie is niet het enige waarop gelet moet worden wanneer morfinepreparaten worden gegeven aan patiënten. Een bekend probleem bij morfine en morfineachtige geneesmiddelen is obstipatie. Dit wordt veroorzaakt door activatie van perifere mu-receptoren, wat zorgt voor een verminderde peristaltiek van de darm. Dit is echter geen bijwerking als sufheid of misselijkheid die na een aantal dagen weer minder wordt. Om deze reden wordt er altijd een laxans geadviseerd bij het gebruik van morfine. Morfine wordt vanwege het euforisch effect ook regelmatig gebruikt voor recreatieve doeleinden. Bij frequente gebruikers wordt er vaak verslaving en tolerantie gezien. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe deze tolerantie optreedt. Bij therapeutisch gebruik zullen verslaving en tolerantie weinig optreden. Wel kan de dosis opgehoogd worden wanneer de pijn toeneemt. Hierbij is er geen strikte bovengrens voor de dosering. Er kan echter niet per direct gestopt worden met morfine vanwege onttrekkingsverschijnselen. Dit kan voorkomen worden door morfine geleidelijk aan af te bouwen. Tot slot kan morfine bij patiënten die al last hebben van ademhalingsproblemen zorgen voor ademhalingsdepressie. Dit kan fataal aflopen wanneer er niet ingegrepen wordt. In zo'n geval kan het antidotum naloxon gegeven worden. Dit is een sterke, kortwerkende opioïdreceptor antagonist die de werking van morfine blokkeert. Samenvattend is morfine dus een sterk werkend analgeticum dat vooral werkt door een agonistische werking op de mu-receptoren en wordt het vooral gebruikt bij patiënten met kanker of in de palliatieve fase. Er zijn bovendien verschillende preparaten beschikbaar, zoals een drank, tabletten en parenterale toedieningen, waardoor er een optimale pijnbestrijding kan plaatsvinden, specifiek afgestemd op de individuele patiënt. Bij een verminderde nierfunctie kan het nodig zijn om de dosis of de doseerfrequentie aan te passen. Bekende bijwerkingen van morfine zijn obstipatie en ademhalingsdepressie, waarbij naloxon als antidotum kan dienen. Bovendien moet bij stoppen rustig aan worden afgebouwd om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen.